Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom op Sportpark de Toekomst voor de topper in de Eredivisie Vrouwen. Ajax Vrouwen tegen FC Twente. De nummer 2 tegen de nummer 1. Op een zonovergoten toekomst. Veel sfeer. En hoe anders waren de omstandigheden een paar maanden geleden bij de vorige editie van Ajax Vrouwen tegen FC Twente. Iedereen vandaag in t-shirt, maar dat was heel anders op 8 december. U ziet daar de sneeuw, de natte sneeuw op het kunstgras. Ajax kwam aan de leiding door het doelpunt van Desiree van Lunteren. Dat was in de eerste helft en daar bleef het bij. Want na rust kwamen de speelsters niet meer terug. De tweede helft werd een paar dagen later doorgespeeld. Sneeuw aan de kant geveegd en daar ziet u de stand. Maar daar bleef het niet bij. 2 minuten voor tijd de vrije trap voor FC Twente. Mirte Moraes achter de bal. En het doelpunt, de gelijkmaker. Een kater voor de ploeg van trainer Benno Niom. Opnieuw een gelijkspel zoals ook eerder in de competitie. En vorige week de bekerwedstrijd van de Ajax-vrouwen bij ADO Den Haag. In de tweede helft de vrije trap van Merel van Dongen en het hoofd van Desiree van Lunteren. 0-1. En een paar minuten later opnieuw Desiree van Lunteren. Nu met assist op Inessa Kaagman. En het doelpunt. 2-0 Ajax naar de halve finale om de beker. En vanavond gaan we dus door in de competitie. Ook met Inessa Kaagman in de spits. Vanaf de toekomst dus. En Ajax vrouwen tegen Twente. De ploegen die de laatste jaren de lakens uit hebben gedeeld in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Trainer Benno Niom over het belang van deze wedstrijd. Nou, wel heel belangrijk natuurlijk. Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat en waar uiteindelijk de competitie in beslist wordt. Dus spannende wedstrijd. Hierna nog 6 wedstrijden te gaan. Jullie staan 1 punt achter. Wat is je verwachting? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want het kan nog alle kanten op, omdat we nog 2 keer tegen elkaar moeten. Dus zij kunnen een gat slaan, wij kunnen de koppositie overnemen. Maar het wordt niet beslist vanavond. Maar het gaat een kant op. En de verwachting is dat het tot de laatste dag heel spannend zal blijven. En eerst maar eens vandaag. Zijn er nog verrassingen in de opstelling? Nou, voor mij niet. Ik denk dat het voor sommige mensen misschien verrassend is dat Lise Kop gaat keepen. In plaats van Elisa Rosola. Maar goed, daar hebben wij onze redenen voor. En verder zijn het vrijwel dezelfde namen als de laatste weken. Met 1 wijziging dat Linda Bakker speelt in plaats van Siska Volkersma. Maar voor ons geen verrassingen. Kun je toelichten waarom Lise Kop de voorkeur heeft gekregen? Nou ja, omdat, laat ik het zo zeggen. Lise heeft de bekerwedstrijd gekiept tegen ADO vorige week. Dat heeft ze heel goed gedaan. Dat hebben we als ploeg heel goed gespeeld. Lise en Ellie ontlopen elkaar niet veel. Zijn verschillende keepers. En wij denken enerzijds dat we vanavond de kwaliteiten van Lise kunnen gebruiken. En anderzijds hebben we als ploeg een hele goede wedstrijd gespeeld vorige week. Ja, en heb ik eigenlijk besloten om daar niet al te veel aan te gaan sleutelen. En dat is nu in het voordeel van Lise. Wat voor andere omstandigheden hebben we nu vanavond hier? In vergelijking met de vorige editie van Ajax Twente in december. Ja, ik zei vanmiddag tegen iemand, het is altijd wat. Vorige keer is het 5 centimeter sneeuw en nu is het bijna 30 graden. Het kan nooit eens normaal, maar het hoort misschien ook wel bij deze wedstrijd. Speciale wedstrijd, speciale omstandigheden. Maar ik heb liever dit dan de sneeuw, hoor. Ja, dankjewel. Benno Niom dus over de verschillen in de omstandigheden. Heerlijk voetbal weer. Publiek en de speelsters, technische staf zijn klaar voor een heerlijke wedstrijd. Daar zien we scheidsrechter Shona Shukrula. Daar gaan we op weg naar Ajax vrouwen, FC Twente vrouwen. De topper in de Eredivisie. Hierna nog 6 wedstrijden te gaan, nog 5 wedstrijden te gaan. Er is nog niks beslist, maar wel belangrijk natuurlijk voor de onderlinge verhoudingen. De tribune zit bomvol. De fans klaar en daar zien we oud Twente voorzitter Munsterman. Altijd een groot fan van de Twente vrouwen, ook omdat zijn dochter daar jarenlang in gespeeld heeft. Ajax Twente dus eerder 2 maal gelijk dit seizoen.
En ook vorig jaar en het jaar daarvoor de ploegen die om de titel streden. En dat zal dit jaar niet anders zijn. Bij Twente drie speelsters met de achternaam Jansen in de gelederen. Renate Jansen, de international, Ellen Jansen en Bente Jansen. Ik zal mijn best doen om ze uit elkaar te houden. De ploegen klaar om het veld te betreden onder de klanken van de Ajax Mars. Een druk programma, want komende dinsdag spelen beide ploegen weer. Dan gaat Ajax naar Eindhoven voor de uitwedstrijd tegen PSV. In de vorige speelronde leden beide teams puntverlies. Ajax moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel bij Heerenveen. En Twente verloor op eigen veld van PEC Zwolle. Met een uitblinker Babiche Roof aan de zijde van Zwolle. En het kan niet lang meer duren voordat iedereen het veld op komt. Scheidsrechter Shona Shakula. En daar gaan we richting het veld. Met Lois Oudemans, de captain van Ajax, en Lize Kop. Vanavond dus in de basis. En alle bekende gezichten. Steven van der Gracht, Kelly Zeeman, Inesse Kaagman, Lisa van der Most. Marlijn van der Bichelaar, de clubtopscorer. En als laatste Desiree Verlunteren. Lize Kop dus. Een grote belofte in het doel van Ajax. Ditmaal dus in de basis. En Steven van der Gracht, laatst nog actief met het Nederlands elftal tegen Ierland. Ajax vrouwen, Twente vrouwen. De nummer 2 tegen de nummer 1. Slechts 1 punt verschil. Met hierna nog 5 wedstrijden te gaan. Lize Kop, die dus vorige week een prima wedstrijd speelde tegen ADO Den Haag in de beker. Dat gold voor de hele ploeg. Hier Maud Roetegering, de captain van FC Twente. Niki Everaar, Renate Jansen. Ploeg met al jaren een vaste kern. Ook in het verdedigingscentrum Kika van Es. Een van de Europese kampioenen van afgelopen zomer. Daar Inessa Kaagman. De vrouw van het mooie doelpunt tegen ADO. De sfeer zit erin. Zowel op het veld als op de tribune. Daar de tos. Kop of munt. Die zal de eerste winnaar zijn van de avond. Even niet duidelijk. Nog even een elftal foto. Met Marlijn van der Bichelaar linksonder. 10 doelpunten tot nu toe dit jaar. Desiree Verlunteren 6, Linda Bakker 5 en Kelly Zeeman ook. Dus geen uitgesproken goalgetter. Maar wel veel speelsters die kunnen scoren. Het net wordt nog eventjes gecheckt. En FC Twente met Joelle Smits. Met 14 doelpunten tot nu toe dit seizoen. En wat gaat het worden deze wedstrijd? Wordt het eerst aftasten of gaat het meteen volle bak vooruit? We gaan het zo dadelijk zien. Over waarschijnlijk een minuut. Nog één keer de laatste yell. Kika van Es. En Lize Kop. Daar Elie Sarrazola. Op een plek waar ze niet vaak zit, de reservebank.
Merel van Doorn. Lange bal naar voren op Linda Bakker. En u heeft thuis een beetje last van de laaghangende zon. Maar die zon zal op een gegeven moment ondergaan. Daar Linde Bakker en Kelly Zeeman. Het is even kijken in wat voor een opstelling beide teams zullen spelen. Dan vooral tactisch gezien. De ploegen kennen elkaar natuurlijk door en door. Maar de trainers willen elkaar natuurlijk altijd weer verrassen met tactische foefjes. We zien daar dat Inesse Kaagman in het centrum van de aanval speelt. Van de Bichlaar komt er niet langs. En Davina Viltjens met de ingooi. Kaagman terug op Viltjens. En Oudemas met goed werk. Kaagman heeft zich een beetje laten zakken. Gaat nu weer langzaam naar het centrum van de aanval. Van der Gracht wacht lang. De bal over de zijlijn geweest. Stephanie van der Gracht in het verleden actief voor FC Twente. Vertrok daarna naar Bayern München om uiteindelijk in Amsterdam te belanden. Dan FC Twente met de opening op Bente Jansen versus Viltjens. Bente Jansen nog steeds gaat binnendoor voor de 1-2. Een oude mast kan gaan bouwen aan een counter. De bal is iets te scherp. Mirte Marais terug op doelvrouw Nikki Everaar. En Mirte Marais, zoals we eerder zagen, de vrouw van de gelijkmaker. Uit een vrije trap in de ene laatste minuut. Marais jarenlang kent gezicht bij PSV. Maakte de overstap naar Twente. Is daar vaste keus. Strakke bal van Kaagman op Van der Bichelaar. Daar heeft Desiree van Lunteren een elleboog in haar nek gekregen. Maar ze staat inmiddels alweer. Desiree van Lunteren vanaf het begin erbij. De zesde seizoen alweer voor de Ajax-vrouwen. Vrouw met de meeste wedstrijden en de meeste doelpunten. We zat laatst tijdens een interview te filosoferen over een overstap naar het buitenland. Maar vanavond gewoon in het rood-wit. Achter de bal Kelly Zeeman met de vrije trap. Zeeman. Bal blijft lang hangen, kopbal maar net iets te hoog voor Stephanie van der Gracht. En daar Benno Nyon probeert daar de wedstrijd te lezen. Een tactisch opzicht. Bente Jansen met het hoofd en Van Dongen. Het storende werk van Smits. En Davina Viltjens. Lange bal van Van der Gracht. De kopbal van Kika van Es. Linda Bakker. Vier kopballen achter elkaar. Merel van Dongen. Op Davina Viltjens.
Een ingooi voor Ajax en hier Bente Jansen op de rug. Kaagman, zeer mobiel, laat zich continu terugzakken. En daar Lize Kop. Een matige paas van Lize Kop. In de voeten van Sjen van den Goorberg. Wordt daar gestuurd door Lisa van der Most. Daar Eli Sarasola. En FC Twente, steekbal op Smits. Geen controle. Dan kan Ajax overnemen. Kelly Zeeman. En Van der Gracht. Zeeman. Van Dongen. Van Dongen weer. Lange bal op Linda Bakker. Geen controle daar bij Oudemast. Kelly Zeeman. En FC Twente. Met Bente Jansen. De opening. De bal iets te scherp voor Roetgering. En Van Dongen ruimt op. Zag dat Kop niet uit haar doel kwam. En Roetgering met ingooi. Renate Jansen voorzet. En Van der Gracht. Opnieuw FC Twente. Iets te scherp dit balletje van Renate Jansen op Roetgering, de captain. FC Twente weer terug in de organisatie. Doeltrap van Lize Kop. Van de Bichla kan ze de bal binnenhouden, dat lukt niet. En daar Kelly Zeeman. Kaagman moet even terug naar Merel van Dongen. Zeeman. Lisa van der Mos komt er niet langs. Langs Ashley Weerde. Maurice komt daar redelijk goed uit. Jansen. Onderuit getikt door Davina Viltjens. Vrijtrap genomen van de Most. Daar het duel. Nog steeds FC Twente. Maar een slordige bal. En de vrije trap uiteindelijk gegeven na de overtreding op Kelly Zeeman. Overtreding van Joelle Smits. Van de Gracht. Op Van Dongen. Waar ligt de ruimte? Waar zijn de bewegende mensen? Van de Gracht kan inschuiven. Geeft een lange bal. Op Van der Bichelaar, kop door. Maurice namens Twente.
En via Van der Goorberg en Van der Most de bal bij Lise Kop. Kenny Zeeman. Viltjens wordt daar gestuurd door Bent Jansen. Daar Tommy Stroot, de coach van FC Twente. Linda Bakker. 1-2 mislukte compleet. Dan Ellen Jansen. Het is toch tot nu toe vrij slordig. Veel balvlies en mislukte passes aan beide zijden. Daar een goede steekbal en de kans wilde ik zeggen, maar oude mast. Ziet daar Nicky Evraar op tijd uitkomen, de Belgisch international. Wat dat betreft een collega van Davine Viltjens. Goede steekbal, maar oude mast. Zag daar Evraar uitkomen en durft het niet aan om toch voor die bal te gaan. Goed storend werk van Davine Viltjens naar Kaagman. Kaagman met de steekbal op Van de Biggelaar. Van de Biggelaar. Van de Biggelaar geeft voor en het is Mitte Marees die opruimt ten koste van een hoekschop. Ajax begint langzaam te komen. En daar zet Kika Van Nes de verdediging neer. Kopsterke vrouw van Ajax mee naar voren. Van Dongen en Van der Gracht. Zeeman bij de hoekschop. Wordt het een lange bal of een korte bal? Kaagman op Zeeman, dan Zeeman. Voor en de kopbal van Moraes. Oudemast. Goed haar lichaam tussen. En Davina Viltjes. Daar de bondscoach Sarina Wiegman. Die nauwlettend de internationals aan beide zijden volgt. Binnenkort weer een kwalificatiewedstrijd. En daar een goede aanval van Ajax. Kaagman maar Evraar op tijd uit haar doel. Voordat Desiree van Lunteren bij de bal kon. En ook Kaagman was in de buurt. Van de Biggelaar. En daar dus Kaagman, maar Evraar en ook Van Lunteren dus sportief eroverheen gesprongen. Sarina Wiegman dus op de tribune. Binnenkort een kwalificatiewedstrijd tegen Slowakije op het programma. Het Nederlands elftal op schema wat betreft de WK-kwalificatie. Maar de volgende natuurlijk nog een belangrijke wedstrijd tegen Noorwegen. Tomter in duel. Het is Moraes in duel met Van der Most. En dan Kaagman. Kaagman met een schotpoging, maar zowel te weinig richting als kracht in deze poging. Bent Jansen. Van de Goorberg, een van de twee middenvelders.
En dan Ajax weg. Maar de bal is te hard voor Loijs Oudemast. De paas van Desiree van Lunteren. Nicky Evraar. Oudemast, Kaagman op Van den Bigelaar. Van den Bigelaar omsingeld door drie tegenstanders. Blijft in balbezit. Dat lukt niet. En de poging van Oudemast geblokkeerd door Van den Goorberg. De routinier Loijs Oudemast. De routinier bij Ajax. Net 29 geworden. Van Dongen. Daar Van Lunteren met balverlies. Probeert het goed te maken. Desiree Van Lunteren. De ontschepping van Davina Viltjens. Viltjens voor de 1-2 met Van den Bigelaar. Maar er wordt geen vervolg aangegeven. Daar duel. Van Smits en Van Dongen. Twente blijft in balbezit. Met Renate Jansen. Schot geblokt door Van der Gracht. Tempo gaat omhoog. Ashley Weerde komt er niet langs door goede rugdekking van Stephanie van der Gracht. Van der Most. En een riskant terugspeelballetje. Want Smits was nog in de buurt. Loijs Oudemast namens Ajax. Van den Most. Kaagman. En Twente neemt over. De overtreding op Bent Jansen, gemaakt door Davina Viltjens. Viltjens, fel zoals altijd. Van Dongen met het hoofd, doorgekopt door Kaagman. Daar 3-4 situatie. Linda Bakker. Vanavond vanaf rechts. Nog steeds Ajax. Daar de poging en moeilijk te zien. Hij ging toch 1,5 meter naast en over van de Bigelaar. Lastige bal. Geen gevaar voor Nicky Evraar. Van den Bigelaar vorig jaar veel doelpunten, clubtopscorer en bijna algemeen topscorer. Daar Van den Bigelaar niet snel genoeg voor deze bal, Kika van Es. Maar die leeft in bij Kaagman. Davina Viltjens. Moet terug. En Van der Gracht. Twente ruimt op ten koste van een ingooi. Oudemast. Zet haar medespeelsters nog even goed neer. En Van der Most met de ingooi. Linda Bakker. Probeert er een hoekschop uit te halen. Dat lukt niet. Maar wel een vrije trap. Vindt scheidsrechter Shona Shukrula.
En toch een soort van corner. Een kort corner. Evraar zet haar verdedigers nog even neer. Dan komt Ajax met een variant. 20 minuten gespeeld. Van Dongen voor de indraaiende bal of wordt het Kaagman? Ik zet mijn geld op Van Dongen. Van Dongen, strakke bal in de muur. En dan Kaagman. Opnieuw Van Dongen. Bal voor en hij stuit het. En de redding van Evraar. Verrassende bal van Merel Van Dongen. Desiree van Lunteren zat er dichtbij. En Evraar liet zich bijna verrassen. Hier Van Dongen met veel effect. De stuit en zat Van Lunteren er nog aan met het hoofd. Bal opnieuw. Voor. Nog niet uit geweest. En dan de volley en het doelpunt. Merel Van Dongen. De volley van Merel Van Dongen en Ajax leidt met 1-0. De toekomst. Viert feest Merel Van Dongen. Bleef voorin hangen. Hier de kopbal en dan Van Dongen in één keer op de pantoffel. Via een stuit in het doel. En Ajax op voorsprong en kijkt de vreugde bij Benno Nyon. Belangrijk doelpunt voor Ajax van Merel Van Dongen. Indirect vanuit een standaard situatie. En wat zal het antwoord zijn van FC Twente? En geeft deze treffer Ajax een boost. En Stephanie van der Gracht met de ingreep. FC Twente met Renate Jansen. En Tomter komt er niet langs. Ingooi voor Lisa van der Most. Het was even wachten op de eerste kansen, maar daar kwamen ze dan. Eerst dus in die gevaarlijke situatie na die voorzet van Merel Van Dongen. Even later uit de hoekschop. De afgeweerde bal was het opnieuw Van Dongen. Pikt regelmatig een doelpuntje mee. Maar deze is natuurlijk heel belangrijk in de topper tegen FC Twente. Van der Most op Oudemast. Oudemast probeert daar Van de Bichelaar te bereiken. Lukt niet. Moraes over Davina Viltjens. En dan veel ruimte voor Bente Jansen. Bente Jansen met de voorzet. En Weerde. Niet lang genoeg voor deze mooie voorzet. En Ajax kan uitkomen. Kaagman. Komt er niet langs. Maar nog steeds in balbezit. Goeie paas van Inesse Kaagman. Linda Bakker. Linda Bakker met de voorzet wordt geblokt. En laat de bal over de achterlijn lopen voor een hoekschop. Bakker in duel met Tomter. De Noorse verdediger van FC Twente. En opnieuw een hoekschop. Voor Ajax. En van die kant, wie neemt ze anders dan Merel Van Dongen. Van Dongen met de indraaiende bal. Veel effect. Evraar met een vuist, maar is gefloten voor een overtreding op de doelvrouw. Weer een scherp indraaiende bal. En daar
Er was niet veel aan de hand, maar er wordt in ieder geval gefloten. Verdongen dus met indraaiende ballen en tegen PEC Zwolle. Een maandje geleden scoorde zij uit een hoekschop. En daar Van de Most weg, maar Weerde, haar directe tegenstander, stopt haar af. Ashley Weerde. En Van de Most met de ingooi. Op Kaagman. Kaagman met de voorzet. Van de Bichelaar koopt, maar deze bal gaat naast. Goeie voorzet. En de kopbal, maar een metertje naast. En Nikki Evraar dus met de doeltrap. Kan de bal niet kwijt. Dan een lange bal naar voren. En Kelly Zeeman met het hoofd. Op Linda Bakker. Tomter. En Renate Jansen. En er is gefloten waarschijnlijk voor buitenspel. Van Smits. Shona Shukrula behoort al tot de top als het gaat om vrouwelijke scheidsrechters. Top in Nederland. En timmert ook internationaal aan de weg. Het is niet de eerste keer dat ze de topper fluit in de Eredivisie van de vrouwen. En stond ook zelfs een keer aan de basis van de topper. Die werd afgelast wegens hevige regenval. En aan haar de taak om het veld te keuren. Dat is alweer vijf jaar geleden. Daar Desiree van Lunteren. Van Lunteren. Kaagman. En Viltjens op Desiree van Lunteren. Viltjens, van Lunteren houdt ze de bal binnen, dat lukt. Daar de ingreep van de Goorberg. Ajax houdt er een ingooi aan over. Cheyenne van de Goorberg. En Desiree van Lunteren. Kaagman met het hakje. Viltjens, komt ze er langs. Dat lukt niet, wel een ingooi. Van de Bichelaar. Van de Bichelaar nog steeds in balbezit. Doet ze mooi. Van de Bichelaar met de voorzet. Er staat niemand bij de tweede paal. Goede actie van Marlijn van de Bichelaar. En Van de Gracht. Met een rots in de branding. En Benno Nion. Ongetwijfeld tevreden met de tussenstand. 1-0 in het voordeel van Ajax door een doelpunt van Merel van Dongen. Kaagman. Van Dongen. Bereikt daar niet Linda Bakker. En Renate Jansen op Morees. Goed storend werk. Kika van Nes krijgt de bal ook niet goed weg. En Ajax kan overnemen. Linda Bakker in combinatie met Kaagman. Opening op Van Lunteren. Terug. Zeeman, Viltjens. Viltjens op de lopende Van Lunteren. Desiree Van Lunteren. Wat gaat ze doen? Gaat voor de voorzet. Van Lunteren, maar de armen. De handen van Evraar. Maar Ajax begint langzaam zijn stempel te drukken op de wedstrijd. Vindt de ruimte. En komt steeds vaker
in het 16 meter gebied. Hier de overtreding, vrij trap. Mitte Marees. Daar Van Lunteren krijgt de bal voor. En Evraar in twee instanties. Voor de oudere kijkers komen dan de herinneringen naar boven aan Heinz Stuy. Die ook dezelfde stijl had. Ook af en toe een bal eventjes losliet. Om het effect eruit te halen was zijn verhaal. Kreeg daarvoor de bijnaam Heinz Kroket. Maar won wel drie Europacups met het grote Ajax. Nu naar de dag van vandaag. Davino Viltjens. Viltjens met het schot. Viltjens. Maar het schot gaat ver naast. Probeerde haar collega international van België te verslaan. Davino Viltjens. Met een schot, maar het miste richting. Veel fans op deze wedstrijd afgekomen. Natuurlijk ook veel jonge meiden om te kijken naar hun idolen. Bal over de zijlijn. En Lisa van der Mos met ingooi. Balverlies. Daar Ellen Jansen die zich vastloopt en Ajax kan overnemen. Kelly Zeeman. Zeeman met een wippertje op Linde Bakker. Maar iets te hard, te scherp. En Bakker stond buitenspel. Ik zei het al, na deze wedstrijd nog vijf wedstrijden te gaan. En de allerlaatste op 27 mei tegen PSV opnieuw op de toekomst. Daar Ellen Jansen en de goede ingreep van Lois Oudemast. De grand dame van het huidige Ajax. 29 jaar jong. Ik zei dus al, nog vijf wedstrijden en de allerlaatste is tegen PSV op 27 mei. En een week eerder, op 21 mei, de wedstrijd bij FC Twente. Dat zal ongetwijfeld zeer belangrijk zijn. Natuurlijk afhankelijk van wat er vanavond gaat gebeuren. Merel van Dongen. In de twee eerdere edities van Twente Ajax dit seizoen stond Ajax ook met 1-0 voor. Maar het lukte de ploeg toen niet om het vast te houden. Wat gaat er vanavond gebeuren? Linda Bakker, Desiree van Lunteren. Van der Most op Van Lunteren. Ruimte voor een voorzet. Desiree van Lunteren. Daar komt de voorzet. Hoop voor. Kan Kaagman de bal binnenhouden? Dat lukt. In duel met Roetgering. Komt er niet langs. Wel een ingooi. Davina Viltjens. Op Van der Bichlaar. Van der Bichlaar kan schieten, maar de bal gaat hoog over. En duidelijk dat de ballenmeiden wat extra meters moeten maken om die bal weer terug te halen. FC Twente met de opbouw van achteruit.
Dika van Nes. Daar Tomter die zich vastloopt. En Loijs Oudemast. Van de Gracht. Op Merel van Dongen. Uitstekend centrale verdedigingsduo van Ajax. Van Dongen. En daar een tikkie van Kaagman, iets te hard. Bente Jansen. Laat zich aftroeven door Van de Bichelaar. Goed werk van Marlijn van de Bichelaar. Linda Bakker. Op Davina Filcic. Kelly Zeeman. Ajax laat de bal goed rondgaan achterin. Om het veld breed te houden. Desiree van Lunteren. En Lise Kop. Nog niets te doen gehad. Dat is een goed teken daar. Andrien Tomter. In botsing met Van de Bichelaar. Maar het valt gelukkig mee. Daar een sportieve gest en we gaan verder naar deze situatie met Andrien Tomter. Kelly Zeeman terug op Berel van Dorp. Veel ruimte. Kaagman. Laat zich continu zakken. En dan via combinaties weer terug in de voorhoede. Maar deze combinatie heeft niet het gewenste effect. En daar Benonion zichtbaar niet helemaal tevreden over de uitvoering. Van de Gracht. Op Lisa van der Most. Van de Bichelaar. Iets te hard die bal. Wel een ingooi. Van de Bichelaar. En goed de hoekschop eruit gehaald. In duel met Cheyenne van de Goorberg. Zeeman mee naar voren. Stephanie van de Gracht. Natuurlijk achter de bal Merel van Dongen. Het is druk bij de eerste paal. Het zicht is beperkt van Everaar. Daar komt de hoekschop van Dongen. Hoog, kopbal. Weggehaald en dan weer een volley. Maar dan geblokt en dan Kaagman met het schot. Maar dat gaat over. 6 minuten voor het einde van de eerste helft. En Van de Bichelaar komt er niet uit. Goede techniek daar. Van Ellen Jansen. En Kika van Es. Balverlies. Filtjens gaat er goed in. Deze Reven Lunteren. Komt ze er langs? Dat lukt niet. Van de Goorberg moet wel een ingooi toestaan voor Ajax.
Van Lunteren laat het over aan Davina Viltjens. Van de Bichelaar. Davina Viltjens. Kaagman. En Van Lunteren. Met de hoge bal. Van Lunteren kopbal. En daar duwtje van Linda Bakker. En daardoor het fluitje van scheidsrechter Shona Shukrula. Een vrije trap voor Nikki Evraar. Verdongen met het hoofd. Linda Bakker. Kaagman. Linda Bakker. Scoorde een prachtige treffer tegen Heerenveen. De vorige competitiewedstrijd daar. Een hele goede steekbal op Van der Most. En de hoekschop. Prima paas op Van der Most. Alleen de voorzet werd geblokt. Wel opnieuw een hoekschop. Daar de luchtmobiele brigade van de Gracht, Zeeman en Van Dongen. Van Dongen effect weggekopt door Moraes. Opnieuw Van Dongen. Legt hem nu terug. Voorzet Kaagman. Opnieuw een hoofd van FC Twente. Oudemast. Oudemast schiet. Maar opnieuw het blok. En Ashley Weerde. Nu als rechtsachter. En Ajax probeert Twente vast te zetten op eigen helft. Davina Viltjens. De kleinste vrouw op het veld. Maar zeker niet de vrouw met de minste energie. Integendeel. Kelly Zeeman. Zorgt ervoor dat Ajax in balbezit blijft. Linda Bakker. Je ziet nu hoeveel ruimte ze heeft. Bakker met de voorzet, maar Oudemast loopt niet door. Evraar laat de bal over de achterlijn rollen. Linda Bakker probeert te jagen. Kaagman overal te vinden. Op papier centrumspits. Maar in de praktijk een echte zwerver. Merel van Dongen. Kaagman. Op Desiree van Lunteren. Van Lunteren. En Kaagman. Kan Ajax nog één keer voor gevaar zorgen? Een wippertje van Van Lunteren, maar die komt er niet langs en maakt onbedoeld een overtreding. Op Kika van Nes, collega international. Ja, het is onnodige overtreding. En daar het hoofd van Desiree van Lunteren. Vorige week dus een goede goal tegen ADO Den Haag. Daar een mooie paas van Kaagman. Op Oudemast. Oudemast met de voorzet. Maar daar zit Meerte Moraes tussen.
goede aanval van Ajax in de slotfase van de eerste helft. En die zit er nu op. Na het fluitje van de scheidsrechter Shukrula. We gaan rusten met een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Merel van Dongen. Daar de kopbal van Zeeman. Moraes werkt weg en dan in één keer de volley van Merel van Dongen. Uitstekend doelpunt. Een verdiende voorsprong voor Ajax. Die op uitbundige wijze wordt gevierd. Van Dongen met links. En Evraar volkomen kansloos. 1-0 dus. En ik zie u graag terug over een klein kwartiertje voor de tweede helft van Ajax Vrouwen tegen FC Twente Vrouwen.
Schitterende beelden van de zon, de ondergaande zon. In de rust van deze wedstrijd en van vergelijkbare schoonheid was het doelpunt van Merel van Dongen. Waardoor Ajax met 1-0 voor staat. En de ploeg van trainer Benno Nyon staat al op het veld. Kwam een minuut geleden onder luid applaus uit de kleedkamer. En de fans hebben er zin in. En wat voor een tweede helft krijgen we te zien? Gaat Twente risico's nemen om op gelijke hoogte te komen? Of behoudt de ploeg het geduld zoals in de voorgaande edities? We gaan het zo dadelijk zien. In de tweede helft van Ajax vrouwen, Twente vrouwen. De topper in de Eredivisie. Maar als het zo blijft, pakt Ajax de koppositie en 2 punten voorsprong. Maar dan blijft het nog steeds spannend. Met hierna nog 5 wedstrijden te gaan en nog een onderlinge ontmoeting op 21 mei. Daar Lisa van der Most. Tommy Stroot, ook inmiddels gearriveerd. En we zijn bijna klaar voor de tweede helft. Scheidsrechter Shukrula checkt nog even alles. En blaast op haar fluitje. We zijn begonnen aan de tweede helft. Kika van Es. Terug op Nikki Everaar. We hebben geen last meer van de zon. Visueel gezien. En u hoort het waarschijnlijk van de speaker. Geen wisselingen op dit moment. Tomter. Op Mittermarees. De vrije trappenspecialist. Kika van Es. Kijkt en paast. En daar het hoofd van Davina Vultjens. En Zeeman ertussen. Wat gaat FC Twente doen? De ploeg speelde op papier al in een vrij offensieve samenstelling. Alleen, we hebben er nog weinig van kunnen zien tot nu toe. Lize Kop nog in 1 keer getest. En dat zegt genoeg. Meertje Marees holt achter deze bal aan. Is niet helemaal fris meer. Ashley Weerde in de sandwich. Geen overtreding. Linda Bakker. Waar blijft de steekbal? Op Oudemast. Komt niet. Kaagman. Houdt het veld breed. Vultjens. Gaat weer terug. En Ajax blijft in balbezit. Daar Van de Biggelaar in duel met Van Es. Van de Biggelaar blijft in balbezit. Desiree van Lunteren. Van Lunteren, wat gaat ze doen? Scoorde ooit uit die positie. Begin vorig seizoen, een schitterende treffer tegen Twente. Het was toen ook heel warm. Ditmaal geen schotpoging. Kaagman en Jansen. In dit geval Ellen Jansen. Linda Bakker. En daar de overtreding op Davina Vultjens van Bente Jansen. En de waarschuwing van Shona Shukrula. En het zag eruit als de laatste waarschuwing. Voordat er een gele prent wordt getrokken. Daar. Vultjens en Bikkelharde inzet. Daar had ook gewoon een gele kaart voor getrokken mogen worden.
dat terzijde Viltjens wordt daar behandeld. En de fans van Viltjens en ook Blom, en dat is Yassina Blom, die zit bij Twente op de bank. Dus fans van de Belgische nationale vrouwenploeg. Viltjens, Bikkel als ze is, staat klaar om weer het veld in te komen. Vrij trap voor Ajax, op een goede plek. Voorzet, weggekopt door Kika van Es. En in het publiek ook Marloes Piëte, die onlangs gestopt is met haar voetbalcarrière. Aan het eind nog een avontuur in Australië. Nadat ze vorig seizoen afscheid nam van Ajax. Met het winnen van de dubbel. En jaren daarvoor natuurlijk de kleuren van FC Twente verdedigde. Vandaag dus in het publiek. Samen met de speelsters die op de tribune zitten, zoals Anna Romero. En dan Linda Bakker op Lisa van der Most, razendsnel. Van der Most nog steeds. Van der Most terug op Oudemast. Oudemast hoog voor, weggekopt door Kika van Es. En dan komt Twente eruit met Ellen Jansen. Op de snelle Ashley Weerde. Maar een goede interceptie van Stephanie van der Gracht. Van der Most blijft in balbezit. Stuurt daar Linda Bakker weg. Bakker en verkeerde timing van Myrthe Marais. Bakker is boos. Maar de beslissing blijft zoals die is. Er is weinig aan de hand. Ja, wel een beetje contact natuurlijk. Lisa van der Most. Van der Gracht. Ajax blijft rustig. Lise Kop wacht wel erg lang. En paast wonderwel in de voeten van Desiree Verlunteren. Paas op Linda Bakker, maar daar kan zelfs de snelle Linda Bakker niet op lopen. Moraes, Evraar. En Kika van Es. En daar Renate Jansen. Probeert langs Van Dongen te komen. Maar die lost dat goed op. Speelt tot nu toe een puikenwedstrijd. Met de bekroning van dat doelpunt. Tot nu toe, waardoor Ajax leidt met 1-0. Dan FC Twente met het schot, het blok. En nog steeds Twente balbezit was het scheidsrechter Sukrula die ertussen zat. Baat daarvan is te zien aan haar reactie. Het schot en inderdaad de schouder van Shona Sukrula. Natuurlijk is de scheidsrechter officieel lucht. Daar een heel zacht terugspeelballetje. En Ellen Jansen komt niet langs Stephanie van der Gracht. Van Lunteren maakt het zich moeilijk. En daar Van Dongen aan haar hoofd geraakt, aan de wenkbrauw. Maar na een korte controle van de scheidsrechter gaat ze gewoon door. Van de Bichelaar. Sterk. Op Linda Bakker. Van der Most. Van der Most nog steeds. Tegen Ashley Weerde. Van der Most haalt er een hoekschop uit.
Ashley Weerde. Net zo snel als Lisa van der Most. En daar zien we vanuit de nok van het doel hoe Evraar haar verdediging neerzet. Kika van Nes en Van de Bigelaar. Een van de vele koppeltjes. En daar Zeeman en Van de Gracht zullen gaan inlopen. Daar komt de hoekschop. Van Dongen. Hoog voor, kopbal. Van de Gracht. Nog steeds niet de bal weg. En Kaagman opnieuw op Merel van Dongen. Opnieuw ingebracht. Weggekopt. Kaagman pikt op. En deze bal. Gevaarlijker dan verwacht. En dan liet Evraar zich bijna verrassen. Absoluut niet de bedoeling van Kaagman. Hier de eerste poging van Van der Gracht. Wordt daar geblokt. Kaagman op Van Dongen. En het is Van de Bigelaar die de bal stopt. En dan dit gevaarlijke stuitertje. Een hoekschop opnieuw Van Dongen. Strakke bal, Evraar met de vuist. En dan Viltjens, Viltjens. Davina Viltjens, wat een mooie poging. De bal van de lijn gehaald. Wat was ze dicht bij een doelpunt. Het is Kika van Nes. Hier Davina Viltjens met een uitstekende strakke kopbal. En Kika van Nes met alles wat ze heeft haalt ze de bal van de lijn. Opnieuw een hoekschop. Lois Oudemast, Lois Oudemast. Geblokt. Van Lunteren. Nog steeds Van Lunteren. En de ingooi van Ajax. Een offensief van de ploeg van trainer Benno Nion. Eindelijk leven in de brouwerij. Wat was Davina Viltjens dicht bij een doelpunt. En ook nog met het hoofd. Deze geeft Van Lunteren. Doet ze goed. Strakke voorzet. En net niet Marjolein van der Bigelaar. Davina Viltjens. Op Van Dongen. Van Nes. Komt daar goed uit. Ellen Jansen. Nou, weer is het Ajax dat de bal snel oppikt. De ploeg is dichter bij de 2-0. Dan Twente bij de gelijkmaker. Merel van Dongen. Prachtige paas op Linda Bakker. Uitstekend gedaan. Bakker. Ruimte voor de voorzet. Wacht tot aansluiting bij de tweede paal. Maar Van de Bigelaar net te laat. Strakke aanval. En Van de Bigelaar. Op Davina Viltjens. Davina Viltjens. De voorzet en de hoekschop. Ajax blijft drukken. Opnieuw Kika van Nes heeft haar handen vol. En de hoekschop. Achter de bal Kelly Zeeman. Merel van Dongen mee naar voren. Kelly Zeeman. Indraaide bal. Kopbal. Voorlangs. Stephanie van der Gracht. En het levert weer een hoekschop op. Tot onvrede van FC Twente. En zo blijft Ajax in aanval. Zeeman nu voor het doel. Daar wat oneenigheid. Shona Shikula legt even uit wat niet de bedoeling is. Daar is het wachten op de hoekschop. Van Merel van Dongen. Strakke bal bij de tweede paal. Kopbal van de Gracht. Weer van de lijn gehaald. En dan Viltjens. De bal smoort in de muur van Twente-verdedigers. Wat was Ajax dicht bij de 2-0. Van de Gracht en Viltjens.
ploeg uit Enschede ontsnapt aan de 2-0 van Dongen. Goede actie daar van de Bichelaar. Paas helaas niet goed. Maar Kaagman pikt op. En die bal is iets te scherp voor Oudemast. En er gaat gewisseld worden. Evraar. Daar Van de Gracht met kopbal. En Evraar met de voeten, met de schenen. En Viltjens. En die poging wordt geblokt door Tonter. Daar ontsnapt FC Twente. Joelle Smits verlaat het veld. En Yassina Blom komt in het veld. Dus de Belgische fans worden op hun wenken bediend. U ziet ze daar staan. Yassina Blom. Eerder actief voor Heerenveen en daar veldduel en een stevige ingreep van Davina Viltjens. Zoals we haar kennen, vrij trap hier van voor FC Twente. Hoog voor, goed weggekopt door Van de Gracht. En daar moet FC Twente het wel van hebben tot nu toe. Tomter. Bal niet goed weggewerkt. Van de Goorberg. Nog steeds Van de Goorberg. Van de Goorberg met een steekballetje op Weerde. En daar was bijna de eerste kans van FC Twente in de maak. Het blijft een gevaarlijke ploeg. Elisa van der Most. Bal te hard voor alles en iedereen in het rood-wit. Zolang het 1-0 blijft, is het uitkijken geblazen van de Bichelaar. Maar hij speelt de bal goed rond. Dan Kaagman. En Van Es op Evraar. Ellen Jansen, te scherp voor Weerde. Maar de intenties van Twente zijn duidelijker. De ploeg gaat zo langzamerhand wat meer offensief denken. En Van de Bichelaar houdt de bal binnen. Kaagman wacht op aansluiting. De voorzet op Bakker, maar die bal te hoog voor Linda Bakker. Is nou helemaal geen Stephanie van de Gracht. Goede aanval in ieder geval. Ajax laat zien dat het binnen 2-3 passes voor het doel van FC Twente kan komen. Lize Kop. Van de Gracht Kop en Van Dongen. Houdt het veld breed. Op de stropdas van Lisa van der Most. Van Lunteren verliest daar de bal. Tomter. Morees. Kika Van Es. Twente blijft in balbezit. Roetgering. Combinatie met Jansen. Renate Jansen. Yassina Blom dus in het veld voor Smits. Naar de kopbal. En het schot. En die bal gaat maar net over. Renate Jansen. De eerste echte kans van FC Twente. Het schot daar. In één keer voor de pantoffel. En zulke ballen kunnen er gewoon ingaan. Het heeft 62 minuten geduurd. Voordat de eerste echte kans te zien was van FC Twente. Maar het scheelde niet veel.
Daar een goede lange bal op Ellen Jansen. Oudemas zit ertussen. Wat wordt het? Een hoekschop of niet? Het wordt een hoekschop. Benno Nion is het daar niet mee eens. Maar hij is niet de enige. Twente probeert het tij te keren. Indraaiende bal. Hoog voor. Kopbal. En een metertje naast. De Sina Blom. De invaller. En Lise Kop met de doeltrap. Inessa Kaagman. Ajax moet proberen het initiatief te houden. En de controle over de wedstrijd. Een vrije trap. Kelly Zeeman. Van Dongen en Van der Gracht mee naar voren. Kelly Zeeman. Hoog voor. Wordt de bal doorgekopt. De bal blijft hangen, maar Meerte Moraes werkt hem weg via Van der Gracht die daar verkeerd terechtkomt tijdens de blokkade. Tijdens de interceptie en ook Desiree van Lunteren. Een van de slachtoffers na deze situatie daar. Van Lunteren blijft haken. In ieder geval haar veters. Aan de schoenen van Ellen Jansen. Maar zowel Van der Gracht als Van Lunteren moeten door. De belangen van deze wedstrijd zijn groot. Kaagman wordt daar teruggefloten. En Benno Nion. Baalt een beetje van de onrust die in de wedstrijd sluipt. Nadat zijn ploeg 60 minuten lang de bijna totale controle had over de wedstrijd. En nog steeds verdiend leidt met 1-0 door een doelpunt van Merel van Dongen. Renate Jansen moet terug. Moraes. Moraes. En de steekbal van de Most. Laat hem daar per ongeluk gaan. Maar het levert wel een ingooi op en balbezit. Lisa van de Most. Goed vrijgespeeld. Kaagman. Maar blijft de steekbal? Is het buitenspel of niet? Het is buitenspel voor Lois Oudemast. Iets te vroeg gestart. Of niet? Ja, het is dezelfde hoogte. Daar de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Lois Oudemast. Shirtje trekken. Professionele overtreding. Lois Oudemast, captain, gaat dus de boek in. Met de eerste gele kaart van de avond. En de field official spreekt wat vermanende woorden naar de bank van FC Twente. Vrij trap voor FC Twente. Kiko van Es, hoog voor. Lise Kop.
Laat de bal los, maar heeft hem uiteindelijk toch. Maakt het spannender dan nodig. Niks aan de hand. En Davina Viltjens gaat er mooi langs. Viltjens op Van de Biggelaar. Van de Biggelaar. Terug op Viltjens. Paas op Kaagman. Kelly Zeeman. Combinatie Bakker. Buitenspel. Van Lois Oudemast. U zag net Kelly Zeeman. Op een metertje of 35. Een week geleden tegen ADO schoot ze vanaf die afstand. Keihard op de lat. Ik had ook een schot verwacht op dat moment. En daar ziet u de spanning bij de toeschouwers. En ook de technische staf, medische staf. Die op de tribune zaten. 1-0. Een wedstrijd die nog alle kanten op kan. En daar ruimte voor het schot. Het schot en Lisa Kopp. Lisa Kopp. Lisa Kopp maakt een fout. Oh, oh, oh. Het schot en Lisa Kopp kan wel door de grond zakken. 1-1. Het schot en daar Lise Kopp twijfelt. En het is Roetgering. Kopp twijfelt tussen vangen of stompen. Een hele dure fout voor de vrouw. En het is Bente Jansen die schiet en scoort. Ik kan het zelf niet geloven. Bente Jansen kreeg veel ruimte om te schieten. En uiteindelijk levert dat een doelpunt op. 1-1 dus. Balen voor Ajax. En Lise Kopp. En daar komt de wissel. Lucien Rijgaard. Gaat het veld inkomen voor Linda Bakker. Bakker een aanvaller en Rijgaard een middenvelder. Waarschijnlijk probeert Benno Nion met deze wissel het initiatief op het middenveld weer terug te krijgen. U hoort het. Bente Jansen kreeg daar veel ruimte. Schoot en zag de bal tot haar verbazing in het doel vliegen. Een zuur moment voor Ajax en voor Lise Kopp. En de zaak is om rustig te blijven. Leuk is het niet, maar dit soort dingen gebeuren in het voetbal. Ook in de eredivisie van de mannen. Zoals we allemaal weten. Merel van Dongen, wat is het antwoord van Ajax op deze tegenvaller?
Ashley Weerde. Overtreding van Oudemast. Moet echt bikkelen. En de vrije trap. Tomter hoog voor van de gracht. Bal nog steeds niet weg. Desiree van Lunteren. Waar blijft de paas? De opening. En het publiek roert zich. Weet dat de ploeg steun nodig heeft. Nikki Evraar. En Kaagman. Van Lunteren. Merel van Dongen. Roetgering. En Davina Viltjens. Lois Oudemast. Oudemast gaat schieten. Oudemast schiet. En de bal zeilt voorlangs. Natuurlijk. Waarom niet ook een keer zelf schieten? Je weet nooit wat het oplevert. Tomter. Weerden verliest de bal aan van de Most. Lisa van der Most, Desiree van Lunteren. Maakt het zichzelf moeilijk. Ajax blijft wel in balbezit. Kelly Zeeman met ruimte. Paas op Van de Bigelaar. De opening op Viltjens. Viltjens met de voorkomende kopbal, de kans. En Kaagman, wat een doelpunt. Inessa Kaagman. Uitstekend doelpunt van Ajax. Prachtig uitgespeeld en wat een vreugde. En wat een vreugde bij het publiek, bij de speelsters. En waarschijnlijk ook een enorme opluchting bij Lize Kop. Prachtige voorzet van Kaagman. Uitstekende voorzet van Viltjens. En prima in de spits opgedoken Kaagman. En Ajax weer op voorsprong. Meer dan verdiend als je de hele wedstrijd bekijkt. Prima uitgespeeld. Het begon bij Van Dongen. Zeeman. Dan de opening op Davina Viltjens. En uiteindelijk Inessa Kaagman opnieuw met een doelpunt. Net als vorige week. 2-1 voorsprong. En wat is het antwoord van FC Twente? Renate Jansen. In duel met Van de Gracht. En die blijft daar van de bal af, want ze stond buitenspel. Ajax weer een voorsprong. En daar Roetgering. Met een lichte irritatie op haar gezicht. En Lize Kop. Op het hoofd van Mittemrees, ingooi van Ajax. Opluchting, u ziet het bij Lize Kop. En daar Tony Payne, klaar om in te vallen. De snelle Amerikaanse vleugelaanvaller. Merel van Dongen, als een echte strijder. Van de Goorberg met een te scherpe bal.
daar Bente Jansen, de vrouw van het doelpunt. En Lois Oudemast, moe gestreden, gaat zij het veld verlaten. En Van Lunteren krijgt de aanvoerdersband. En Tony Peen is haar vervanger. Verdient applaus voor Lois Oudemast. Wordt daar bedankt. En Tony Peen mag het in de slotfase laten zien voorin. Ben O'Neill mikt op haar snelheid, op lange ballen. Op de ruimte die Ajax gaat krijgen als Twente wat meer risico gaat nemen. Deze achterstand. Eén gooi FC Twente. Stephanie van der Gracht. Lisa van der Most. Evraar. Lucien Rijgaard. In het veld gekomen om de balans te herstellen. Doet dat prima. Van der Gracht. Daar balverlies. Evraar op Meerte Morees. Ging met de ingooi, maar goed werk van Davina Viltjens. Morees. Renate Jansen. Jansen voor het schot. Goede interceptie. En Van der Most. Nog steeds FC Twente. Maar Blom verliest daar de bal. En kan Ajax uitbreken. Met Van der Bigelaar. Goed gedaan. Uitstekend gedaan van Van der Bigelaar. Dan deze lange bal op Tony Peen. Maar Evraar op tijd uit haar doel. En dan Van der Bigelaar die niet goed staat om meteen de bal er overheen te jagen van grote afstand. Kaagman blijft in balbezit. De vrouw van het mooie doelpunt. Davina Viltjens. En FC Twente gaat zo dadelijk wisselen. En de Siaar Darnhout komt erin voor Maud Roetgering. En ook dus de aanvoerder aan de kant van FC Twente gaat eruit. Elle Jansen neemt de band over en wordt ook naar voren gedirigeerd. Hij is in balbezit. Van der Bigelaar. Helemaal terug op Lise Kop. We zitten in de slotfase van de wedstrijd. Kan Ajax het volhouden? Evraar met een wilde trap naar voren in de tribune. En de tijd tikt in het voordeel van Ajax.
Ook een wissel bij Ajax. Nicky van der Abelen. En daar veel ruimte bij Van der Biggelaar. Van der Biggelaar schiet en de redding van Evraar. Uitstekend vrijgelopen, goed gezien. Een strak schot, maar de redding van Evraar. Weerde. Een interessant gevecht. Vrouw tegen vrouw, ploeg tegen ploeg. En dan FC Twente. Bent Jansen met de voorzet. En de kopbal en het doelpunt van Twente. De gelijkmaker. 84ste minuut. Het is Blom. De invaller. Yassina Blom. Het is de derde kans van FC Twente en het tweede doelpunt. Hier even eerder de kans van Van der Biggelaar. En daar Lize Kop zit er nog aan, maar kan de bal niet stoppen. Een goede voorzet, een goede kopbal. Te strak voor Lize Kop en staat weer 2-2. Opnieuw een tegenvaller voor Ajax. Met nog een kleine 6 minuten te gaan. Wat kan de ploeg van trainer Benoniom doen? Tony Payne. Payne probeert daar Van der Mos te bereiken. Dat lukt niet. En Stephanie van der Gracht achter de bal aan. Lize Kop. Op Van Dongen. En nu is Ajax weer aan zet. Kelly Zeeman op Van der Most. Met ruimte. Van der Most. Tony Payne. Tony Payne gaat het strafschopgebied in. Payne, schijnbewegingen. Paas op Van Lunteren. Van Lunteren schiet. Van Lunteren. En de bal gaat net naast. Het lijkt een doelpunt. Maar de bal via de staander. Achter. Een paar toeschouwers konden het niet goed zien. Dachten dat het een doelpunt was. Maar u ziet het hier. De bal gaat naast en dan ploft het. Leer toch nog tegen het net aan, maar de verkeerde kant van het net. En dan zijn we verder. Het schot van Payne. Payne wordt gesmoord. Van der Most achter de bal aan. Hoog voorzet. Rijgaard met een wanhoopspoging. Het publiek gaat nog even achter staan. Weerde gaat het veld verlaten voor Sabrine en Lucy. En scheidsrechter Shukula gebaard van even opschieten, dames. Sabrine, illusie. Evraar. De bal wordt opgevangen. Maar geen controle bij Van Lunteren en Kaagman. Dan gaat Vultjens er stevig in. Dan ligt het spel even stil. Vrij trap FC Twente. Nog een minuut of drie te spelen. Geen overtreding. En Ajax. Kans om uit te breken. Zeeman wordt daar afgefloten. Nadat Blom te val kwam. Yassina Blom, de vrouw van de gelijkmaker. Vultjens met de elleboog. En Zeeman ook maakt het zich moeilijk, corrigeert en
Terechte overtreding en Viltjens ontsnapt daar aan een kaart. Hoge bal voor. De bal wordt binnengehouden door Elouzi. Houdt er een ingooi in over. Vraag is ook hoeveel tijd er bij gaat komen. Nog anderhalf minuut te gaan. 2-2. Als het zo blijft, ongelooflijk zuur voor Ajax. Maar goed, nog een minuut en wat blessuretijd. Kan Ajax nog één keer naar voren gaan en gevaarlijk worden. Op dit moment even flippenkast voetbal. En Tomter met de ingooi. Pakt even wat tijd. En Van der Most. Komt er goed uit. Van der Most nog steeds. En dan het spel verplaatsen. Maak het niet te ingewikkeld. Van der Most loopt zich vast. Ingooi. Nog één keer alles naar voren. En de fans gaan erachter staan. Inesse Kaagman, de vrouw van de wedstrijd, maar die zal daar niet blij mee zijn. De voorzet van Kaagman. Evraar. En daar het doelpunt. Ja, het is een goal van Desiree van Lunteren. Oh, oh, wat een ontsnapping. Wat een ongelooflijke ontsnapping. In de allerlaatste minuut van Lunteren, die er nog een voetje tussen krijgt. En scoort 3-2. Daar komt die bal, de stuit en van Lunteren. Sneller dan Evraar, sneller dan de hele verdediging van Twente. Wat een doelpunt in de slotfase. Ongelooflijk. Het zat er niet meer in, maar het gebeurt wel. Desiree van Lunteren. Een ongelooflijke ontsnapping. Maar met een dubbel gevoel. Ze scoort dat belangrijke doelpunt. Maar blijft geblesseerd liggen. Daar komt de wissel van Lunteren ook meteen eruit. Nummer 10 eruit voor nummer 20. Van der Belen. Geen publiekswissel, maar een trieste aftocht. Maar hopelijk is het dat waard. Desiree van Lunteren, het ziet er niet goed uit. Wordt daar geholpen. Laten we hopen dat het meevalt. Maar op dit moment ziet het er niet goed uit voor Desiree van Lunteren. Die vurig hoopt met iedereen die Ajax een warm hart toedraagt dat zij de matchwinner zal zijn. Ongelooflijke wedstrijd. Twee keer op voorsprong verdiend en toch de gelijkmaker. En nu moet Ajax oppassen voor een aanval van Twente. Nog één keer een hoekschop. Officiële speeltijd voorbij. Hoe lang komt het nog bij? Vraagt zich ook Benno Nieuwom af. Nog één keer gooit Twente alles naar voren. Daar komt de hoekschop. Doelvrouw mee naar voren, Evraar. En dan is het Viltjens die eruit kan komen. En dan is Evraar die Zeeman aan een shirt trekt. En krijgt ervoor de gele kaart. Anders had Zeeman van grote afstand een doelpoging kunnen wagen. Terecht. Je zou zelfs kunnen filosoferen over een doorgebroken speelster. Met de doelvrouw zo ver van haar doel af. Ajax heeft de tijd. Stephanie van der Gracht. Hoe lang nog is de vraag. Hoe lang nog? Van der Gracht.
Lange bal naar voren. Een hele lange bal naar voren. Twente. Nog één keer. Mirtu Moraes. Lang halen, snel thuis. En Tony Payne zit er goed tussen. Tomte met de ingooi. En Ben O'Neill houdt het niet meer. En ook de speelsters op de bank worden gek van ongeduld. En daar is niemand van Twente. Lize Kop. De ongelukkige doelvrouw zal blij zijn als het zo blijft. Rustig blijven achterin. Lange bal naar voren, Kaagman. En Ajax strijdt om te overleven. Om deze voorsprong vast te houden. En daar ook Desiree Verlunteren weer op haar benen. Nog één keer Twente met de voorzet. Bal wordt weggekopt. Renate Jansen. Renate Jansen. Met het schot. Of is het Lize Kop? Het is Lize Kop. En Lize Kop ziet dat Ajax wint. Wat een overwinning. Wat een wedstrijd. En wat een opluchting bij Lize Kop. En ook Kelly Zeeman. Blijdschap en opluchting. Ajax wint. Na een felle strijd met 3-2 van FC Twente. De wedstrijd had tijd nodig om op gang te komen. Maar vooral in de tweede helft hebben we een boeiend gevecht gezien. Tussen twee topteams. Ajax wint hier verdiend met 3-2 en kijkt ze eens vieren. Ben O'Neill is misschien een paar jaar ouder geworden vanavond. Maar hartstikke blij en trots op zijn team. Daar, Desiree Verlunteren voelt de pijn even niet. En nogmaals, Lize Kop zal balen. Maar gelukkig voor haar geen gevolgen voor deze wedstrijd. Evraar en de speelsters van Twente balen. Ajax dus een belangrijke overwinning. Opnieuw aan kop van de ranglijst. Ondanks de pech van Lize Kop. Komende dinsdag speelt Ajax uit tegen PSV. Weer een belangrijke wedstrijd. Maar vanavond viert de ploeg feest na een uitstekende overwinning. 3-2 op FC Twente. To a better day, and then gold don't even shine. But you won't even have to run away, still, you're gonna feel alive. I can show you.